officier geeft aan, ik leg ze allemaal dezelfde straf op. Ook al heeft uw cliënt, is dat niet degene geweest die geschoten heeft. Wat vindt u ervan? Ja, dat vind ik ten onrechte. Het is een stevige eis. Die hadden wij min of meer ook wel verwacht, gelet op eerdere gevallen in de rechtspraak. Dus wat dat betreft is die eis een beetje overeenkomstig andere gevallen. Maar je moet toch elk geval individueel per zaak bekijken. En ik vind ten onrechte dat de officier van justitie iedereen, althans mijn cliënt, met degene die de fatale schoten heeft gelost, over één kam scheert. Dus waarom vindt u dat? Want je zou kunnen zeggen, nou, daar kan je wel inkomen als je met twee man zoiets gaat doen en ondernemen. Nou, ik vind toch dat de rolverdeling tussen beiden aanzienlijk verschilt. Ik vind ook dat met name mijn cliënt meer openheid van zaken heeft gegeven. Met name wat betreft de persoon en de rol van de bestuurder van de vluchtauto. En die openheid, vind ik, moet ook wel in de strafmaat gehonoreerd worden. Dus wij verschillen wel van mening over de hoogte van de straf. En u zegt de rolverdeling was ook anders. Waar doelt u dan op? Nou, de rolverdeling met name voor wat betreft het fatale schieten. Dat heeft zich in 2 seconden voorgedaan. Die schoten zijn niet gelost door mijn cliënt. En ja, ik vind toch dat je dan wel erg makkelijk daaroverheen loopt door te zeggen, ook al heeft hij die schoten niet gelost, is hij even aansprakelijk. Daar ga ik niet in mee. Er is ook heel veel aandacht geweest in de media voor deze overval. De justitie heeft de foto's vrijgegeven, heeft zich daar net ook voor verantwoord. Wat vond u van die verantwoording? Hoe kwam die op u over? Op zich kan ik me daar wel in vinden. Zij het dat ik anders dan de officier van justitie van mening ben dat aan grootschalige mediaberichtgeving, ook al is die op zich juridisch of wettelijk verantwoord, dat daar toch in voorkomende gevallen een strafverminderende rol moet worden toegekend. Omdat die berichtgeving, hoe je het ook wendt of keert, een belangrijk strafdoel, en dat is de resocialisatie van mensen, in gevaar brengt. En dat is hier onmiskenbaar, denk ik, toch het geval. Ik bedoel, die beelden die kunnen niet vernietigd worden. Die blijven eeuwenlang, bij wijze van spreken, op internet bewaard. En dat kan deze mensen natuurlijk in de toekomst enorm schaden. En daarom ben ik het niet eens met de officier van justitie dat aan die berichtgeving, ook al is die rechtmatig, geen strafverminderende rol moet worden toegekend.